Ik ben Drents ondernemer presenteert De Ondernemerspel. Het actualiteitenprogramma waarin we jou, de Drents ondernemer, op de hoogte houden van het laatste nieuws. Met in deze aflevering op bezoek bij Apollo in Coevorden. Ja, de Apollo Groep. Dat is waar we vandaag op bezoek mogen, hier in het prachtige Coevorden. De Apollo Groep. Een familiebedrijf wat al sinds 1847 is in handen van de familie van der Pol. En vandaag zijn we hier op uitnodiging van CEO Claudia van der Pol. En zij gaan ons meenemen en gaan ons een kijkje nemen in haar bedrijf, de Apollo Groep. We gaan snel binnenkijken. Goedemorgen, Claudia. Goedemorgen. Wat gaaf dat we hier mogen zijn. Welkom. Waar zijn we? Bij Apollo. En hier gaat alles gebeuren. Jij gaat ons meenemen door jouw bedrijf, maar mag ik zo naar binnen? Zeker niet. Niet? Je moet even goede werkkleren aan en veiligheidsschoenen. Oké, gaan we dat eerst doen. Let's go! Daar gaan we. Claudia, de Apollo Groep. Ja, ik heb me er iets in verdiept. 1847 was het de familie van der Pol die dit startte. Ja. Jij bent er van der Pol. Ja. Nog steeds een familiebedrijf, maar wat doen jullie hier? Wij maken interne transportsystemen. Dus alles om producten zoals colaflesjes of blikjes of de mooie oranje dozen van Hermes in fabrieken te vertransporteren. Om ze van bijvoorbeeld de inpakmachine naar de pelletiseermachine te brengen. Wat zijn dit nou voor machines? Nou, je moet het zo zien, ze liggen natuurlijk horizontaal. Ja. Maar ze horen rechtop te staan, dus ze worden dan gekanteld. En dan gaan de producten, die gaan hier overheen, worden ze getransporteerd. En hij brengt de producten dus naar boven of naar beneden. En nu zie je hele kleintjes, maar we hebben ook machines van 12 meter hoogte bijvoorbeeld. Dat we 12 meter overbruggen. Dus we hebben ze in alle vormen en maten. Exact. En nou is dit natuurlijk een familiebedrijf. Dus je vindt het sowieso leuk om dat bedrijf voort te zetten. Maar wat vind jij nou zo leuk als ondernemer? Nou, we zijn een wereldwijd bedrijf ondertussen, dus het is superleuk dat we teams hebben over de hele wereld en dat we steeds kunnen uitbreiden. Het bouwen vind ik het allerleukste en het beste uit mensen halen, dat is waar we ook heel erg voor staan. Wat is Drenthe voor jou nog? Nou, Drenthe is, ik ben geboren, ik ben een echte Drenthe, ik ben geboren in Drenthe. En dus voor mij is Drenthe mijn thuishaven. Ik vind het heerlijk om te reizen, ik kom in alle mooie wereldsteden, maar Drenthe is thuiskomen. Ik heb inmiddels twee stukjes eraan mogen zetten. Dat is niet de meest technologische uitdaging die er staat. Maar als je kijkt naar jullie uitdagingen op het gebied van technologie, van innovatie. Ja. Wat zijn dan die grote uitdagingen die nog voorstaan? Nou, dat we continu onszelf blijven ontwikkelen en dus nieuwe machines ontwikkelen. Maar ook dat je de juiste kwaliteit blijft afleveren. Want je zegt net, ik heb twee stukjes, dat is niet technologisch heel hoogstaand. Maar de waarde van de jongens die het in elkaar zetten, dat is voor ons onschatbaar. Want als zij iets het niet goed genoeg in elkaar zetten, dus als zij hun hoofd er niet genoeg bij hebben en niet genoeg gefocust zijn op kwaliteit, kunnen wij de kwaliteit van onze machines niet garanderen. Dus kwaliteit is heel belangrijk, maar ook het continu ontwikkelen van nieuwe systemen. Hoe ziet een fabriek van de toekomst eruit? Daar zijn we mee bezig. Hoe ziet onze eigen fabriek van de toekomst eruit? Daar zijn we ook mee bezig. Ja, mooi. Ik ben klaar hier. Okay. Heb ik het goed gedaan? Top, hè? Nou, helemaal goed. We gaan bij die grote machine kijken. We lopen hier door het bedrijf, hè? Een mannenwereld. Je bent met techniek bezig, je bent met vieze handen, met werkschoenen. Dan ben je als vrouw en dan sta je aan de top van dat bedrijf. Hoe voelt dat? Geeft dat nog iets speciaals of denk je... Ja, dat maakt mij helemaal niet uit. Nou, voor mij, ik ben niet anders gewend. Dus voor mij is het normaal. Ik ben daar niet mee bezig. Maar hey, kijk, jij zegt er nu ook wat over. Tuurlijk. Dus voor andere mensen is dat wel apart. En ik ben natuurlijk ook nog vrij jong. Dus dat, die combinatie hoor ik wel heel vaak wat over. Maar voor mij is dat, ja, dit is wat ik wil. Dus ik leef mijn droomwereld, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Ik kan bouwen, ik kan ondernemen, ik kan met mensen werken. Dat vind ik het allerleukste.